Lokale radio's hebben het al maar moeilijker om te overleven. De laatste 20 jaar is hun marktaandeel van 34% verschrompeld tot amper 9%. Heel regelmatig moeten lokale stations hun studio's sluiten. En daarom is actie dringend nodig. Dat zegt Radiocentrum, een organisatie die lokale zenders begeleidt. Bram Kalles. This is Pacific City Sound Visions. I'm Charles Berlitz, 106.7 Radio Central. Al bijna 30 jaar zendt Radio Centraal uit in Antwerpen. De zender werkt met een laag budget en met medewerkersbijdragen. Het is niet altijd makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Radio maken is in principe niet zo duur, maar men maakt het duur. Hè? Sabam, billijke vergoeding, hè? We weten wat billijk ze is. Op lokaal vlak kan je eigenlijk zeggen dat 80% draait verlies of komt net uit zijn kosten. Dus ja, een 4/5 heeft het dus echt financieel lastig. Radio Centraal probeert een eigen koers te varen in het medialandschap. We proberen die dingen aan bod te laten komen die in de media over het algemeen stiefmoederlijk behandeld worden enzovoort. Dus sociale groepen die weinig aan bod komen. Ook op een andere manier over die dingen te praten. Op dit moment is het zo dat een groot deel van die lokale zenders te vaak mensen probeert, dus de grote nationale zenders probeert na te apen. Het zou een goede zaak zijn als ze kunnen en durven zich richten zuiver op de regio. Volgens het radiocentrum zullen er ook moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Op dit moment zijn er te veel radiofrequenties. Dus die 293 frequenties moeten herleid worden naar 50 tot 60 frequenties. Maar die frequenties moeten wel een groter bereik hebben. Dat betekent wel dat er heel veel radiozenders zullen moeten verdwijnen dan. Ofwel gebeurt het een beetje door de markt zelf, vallen er sowieso doden tussen aanhalingstekens, ofwel neemt het beleid het heft in hand. De overheid kan die zenders dan best ook financieel een duwtje in de rug geven.